Ik ben Herman van Kampenhout. Het grootste stuk van mijn leven heb ik lesgegeven als leraar Nederlands in Vilvoorde. En van in de jaren 70 ben ik eigenlijk begonnen als schrijver van Vlaamse filmpjes. Rond de jaren 90 was ik dat beu en ben ik boeken beginnen te schrijven. Ondertussen heb ik er 27 geschreven. En dat zijn voornamelijk boeken voor jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar. De laatste tijd evolueer ik een beetje naar liever boeken te schrijven voor wat ik noem de overgangsleeftijd tussen 16 en 18, 19. Als ze te oud zijn voor de jeugdliteratuur en te jong voor de volwassen literatuur. Daar ga ik nu naartoe, denk ik. Ja. Heb je een bepaalde stijl waarin u schrijft? Of bepaalde thema's waarover u schrijft? Eigenlijk niet. Ik schrijf over alles wat mijzelf interesseert. En dat kan iets heel eenvoudigs zijn, een buurjongetje, dat kan een meisje zijn dat leukemie heeft. Dat kan een verhaal zijn uit Egypte, over farao Tutankhamon. Dat kan een verhaal zijn, de droom van de farao, over de Egyptenaar die rond Afrika varen. Eigenlijk alles wat me interesseert, daarover wil ik wel iets schrijven.